Ik ben hier vorig jaar september gekomen voor de koksopleiding, niveau 2. En gaat goed tot nu toe. Parveen is een van de leerlingen die meedoet aan het project Texel Academy om meer jong personeel naar het eiland te krijgen. Dat is hard nodig, want er staan zo'n 600 vacatures open. Via het project wordt leren, wonen en werken aangeboden en dat loopt goed. Ja, dat is zeker een succes geweest. 75% van het aantal mensen wat daar aan deelneemt gaat het examen ook halen. En van het totaal aantal nemers wil de helft ook op Texel heel graag blijven. En daarvan de helft wil zelfs doorgaan leren in het volgende niveau. Het is nu, na de geslaagde proefperiode, tijd geworden om het project uit te breiden. Naast de koksopleiding komt er ook een eenjarige mbo-opleiding tot gastheer of gastvrouw. Met een wervelende campagne wordt het eiland op de kaart gezet. Durf jij het aan om een eilander te worden? Texel zoekt kandidaten voor de Texel Academy. Wij zijn op zoek eigenlijk naar enthousiaste mensen tussen de 18 en 28. Die graag in een horecasegment willen werken. Hoeveel mensen kunnen jullie hebben voor de volgende lichting? Het is een beetje exclusief wel, een beetje moet ik heel eerlijk zijn. Wij kunnen maximaal 50 mensen plaatsen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus... Ze kunnen zich inschrijven voor het Expeditie Texel Weekend. De verwachting is wel dat daar meer mensen op in zullen schrijven. Dat is helemaal niet erg, maar dat is een soort selectieweekend. En daar gaan we natuurlijk uit zoeken van wie daar het meest geschikt voor is. Zou jij het andere mensen aanraden om deze stap te maken? Zeker. Ja. Leuke baan, leuke collega's, leuk eiland Texel. Heb je je plek gevonden? Jawel, ik heb mijn plek zeker gevonden hier.